Ja, goedemiddag. De avondklok werd verlengd gisteren met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zelfs. Er was weinig discussie over, omdat Nederland in beslag werd genomen door de hypothetische Elfstedentocht. Dankbaar ging Mark Rutte in op alle vragen over de tocht die niet door zal gaan. En goddank waren er ook nog racistische appjes, waaruit bleek dat Thierry Baudet privé precies hetzelfde vindt als in al zijn openbare toespraken. Een politiek unicum, dat dan ook voor enorme ophef zorgde. Dus verder geen vragen. En zo sluipen we intussen stilletjes richting maart met onze lockdown. Nou heb ik zelf een hond en kinderen, dus de avondklok is voor mij nog geen hele grote beperking geweest. Sterker nog, ik moet mezelf echt motiveren om 's avonds, als ik eindelijk het kroost op bed heb liggen en de afwas in de vaatwasser heb staan en de lijm van de tafel heb gekrapt en de Lego-steentjes uit mijn voetzolen gepeuterd, ook nog een rondje met de hond te gaan lopen. Maar dan denk ik aan alle vrijheidsstrijders die thuis een kartonnen hond zitten te knutselen, of werkgeverspapieren moeten vervalsen, of marktplaats afspeuren op zoek naar een oranje thuisbezorgd jas, gewoon om heel even de frisse nachtelijke buitenlucht te kunnen voelen en denk ik, kom op Pieter, het is je burgerplicht om het kleine beetje vrijheid dat je nog hebt ten volle te benutten. En dan voel ik me heel even een vrij en bevoorrecht mens als ik buiten in de sneeuw sta te kijken hoe mijn hond probeert te kakken zonder zijn anus te bevriezen. Maar voor iedereen die geen hond heeft en ook geen illegale drukpers of marktplaatsaccount, blijkt er een heel makkelijke manier te zijn om de avondklok te omzeilen. Koop een jachtgeweer. Jagers zijn namelijk uitgezonderd van de avondklok omdat ze belangrijk werk doen. Ze schieten zwijnen. En dat is hard nodig, want er gaat onder varkens een virus rond dat heel besmettelijk is en dodelijk en dat dus met man en macht moet worden ingedampt. De Afrikaanse varkenspest. Als die via wilde zwijnen bij onze varkensstallen terechtkomt, worden alle varkens ziek en dat willen we niet, want we moeten ze nog doodmaken. Vandaar dus dat je 's avonds als het stil is op straat in de verte af en toe nog knallen hoort. Alle wilde zwijnen die niet in het hun toegewezen gebied lopen, mogen worden afgeschoten. Hadden ze maar gewoon op de Veluwe moeten blijven. Stond duidelijk op de bordjes. En het schijnen heel intelligente wezens te zijn. Tenminste, ik zag appjes van Thierry Baudet waarin hij dat zei. En die heeft echt verstand van IQ. Wel grappig hoe het ene virus het andere niet is. Ik heb hier al vaker gezegd dat als we nou die varkens ook op 1,5 meter afstand van elkaar houden en met maximaal 30 per stal een heleboel problemen tegelijk zouden worden opgelost. Maar dat is natuurlijk veel te structureel. Bij dit virus geen intelligente lockdowns of drukke plekken vermijden. De aanpak is gewoon alles wat losloopt afschieten. Dan kan het virus zich ook niet verspreiden. Het is misschien een wat onorthodoxe methode van indamming, maar als je er even over nadenkt, het biedt wel mogelijkheden. Misschien biedt dit wel de ruimte waar we allemaal zo naar snakken. We kunnen dus wel degelijk duizenden mensen bij elkaar zetten, bijvoorbeeld om een stukje te schaatsen of een festival te vieren of 4 dagen te lopen. We moeten gewoon zorgen dat alle andere mensen uit de buurt blijven. Nulstandbeleid heet dat. Afschieten. Het is de moeite van het proberen waard. Lowlands terrein opbouwen, volk erin, door ons met het voetenbadje natuurlijk, alle wegen afzetten en dan de jagers het buitengebied laten beheren. Wel is belangrijk dat we dan, net als bij de zwijnen, na het afschieten van een loslopend exemplaar nog wel even checken of het om een besmet exemplaar ging om de RIVM-cijfers een beetje up-to-date te houden. Voordeel is dat zo'n test postmortem aanzienlijk makkelijker gaat dan bij iemand die nog leeft. Bij de varkens lijkt het tot nu toe te werken, want er is nog geen Afrikaanse varkenspest in Nederland. Een stukje preventie waar het OMT nog een puntje aan kan zuigen. Ik hoop alleen niet dat we daardoor ook gaan denken dat de jagers gelijk hebben, dat zo'n virus niet gevaarlijk is door al die volgepropte stallen, maar dat het allemaal komt door rondscharrelende zwijntjes. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.